Nou, welkom terug allemaal. Als het goed is ben ik nu weer te horen. En dan ga ik nu de volgende onderdeel van het programma aankondigen. Dat is de lezing van Eddy en Vincent, die deel zijn van de CD&A, de commissie. Die gaat over onze lijst en over onze telbare soorten, zoals we dat dan graag noemen natuurlijk. Maar niet alleen dat, nog veel meer. En dat gaan zij nu allemaal uitleggen. Dus ik geef het woord aan Eddy en Vincent. Ja, dankjewel Martin en Diedert. Dank voor jullie uitnodiging om iets te vertellen over CD&A. Leuke uitnodiging, gaan we graag op in. Ik vind ook dat jullie echt een prachtig programma hebben overgeschreven deze week. En we zijn blij dat wij daar ook onderdeel van mogen uitmaken. Dus mooi initiatief en nou, wij willen ook graag daar een bijdrage aan leveren. We hebben ongeveer 20, 25 sheets ongeveer. Ik denk dat we ongeveer een half uur nodig hebben. En ik denk dat we ongeveer 30 minuten ongeveer nodig hebben. En wat we zullen doen is dat we op hoofdlijnen vertellen van wat is de taak van de CD&A, wie en wat zijn we, hoe ziet het team eruit, wat doet het team, waar is het samengesteld. Veel ingaan ook op de werkwijze van het stemmen. En dan zullen we ook nog iets vertellen over wat we naast het stemmen zelf nog meer doen. En willen we zeker ook gelegenheid bieden voor het stellen van vragen. Ik weet niet hoeveel vragen er gaan komen. En ik kan me voorstellen dat we die grotendeels proberen live te beantwoorden. Maar mocht het zo zijn dat dat niet allemaal lukt, dan kunnen we ook dan zeggen we toe dat we in principe ook via het spoor van Dutch Avifauna en desnoods ook rechtstreeks aan mensen die iets aan ons sturen een vraag zullen beantwoorden. Dus in principe zullen wij ons best doen om alle vragen die openstaan aan mensen te beantwoorden. Om mee te starten. Wij hebben, ik weet niet of iedereen dat weet, maar Dutch Birding of CD&A werkt in opdracht van zowel Dutch Birding als de Nederlandse Ornithologische Unie. Het handboek zegt er ook nog iets over. Die schrijft ergens dat daarbij zijn inhoudelijke, personele en organisatorische bevoegdheden gedelegeerd aan de CD&A. Dat betekent dat we eigenlijk wel een ruimte hebben om zelf beleid te voeren, maar we hechten zelf erg veel waarde aan een goede relatie met de opdrachtgevers. Dus wij stemmen eigenlijk bij ieder besluit wat we nemen. Tussen de belangrijke acties die we uitvoeren. Daarvoor hebben we altijd afstemming met en contact met bestuursleden van zowel Dutch Birding als NOU. Dat is iets vaker met Dutch Birding natuurlijk. Dat is vanzelfsprekend. Maar ook met NOU proberen we in ieder geval over nou, echt belangrijke zaken. Als bijvoorbeeld als er een keer een tekst van het handboek aangepast worden. Of als we voornemens zijn om wijzigingen in de samenstelling van de CD&A te doen, dan nemen we altijd contact op met bestuur vooraf. Wij nemen contact met de potentiële kandidaat, maar formeel bekrachtigd van de kandidaten vindt altijd plaats door de bestuursleden van Dutch Birding en NOU. Dus we hechten aan die samenwerking. De belangrijkste taak van de CD&A is het verzamelen, beoordelen en archiveren van waarneming van zeldzame vogelsoorten. Nou, van het verzamelen, beoordelen en archiveren, daar zal Vincent dadelijk ook wat meer op ingaan en toelichting op geven. Zeldzame vogelsoorten en ondersoorten. Nou, al jarenlang eigenlijk, ik denk zelfs al vanaf de start van de CD&A, wordt daarvoor ongeveer aangehouden dat het gaat over zeldzaam. Het begrip zeldzaam beschouwen wij soorten die gemiddeld minder dan 2 keer per jaar over de afgelopen 30 jaar worden gezien. Dat houden we ook bij, dat registreren we ook. Dus naarmate soorten algemener worden, kan het zijn dat ze van de lijst van beoordeelsoorten worden afgevoerd. Maar andersom is ook mogelijk, zoals recent ook bijvoorbeeld met bijvoorbeeld een soort als de kuifleverik heeft plaatsgevonden. Die wordt zo zeldzaam, die is zo zeldzaam geworden dat die inmiddels echt zich kwalificeert als beoordeelsoort. Dat wordt gewoon door ons netjes gemonitord en in beeld gehouden. En daarmee krijg je dus de lijst van beoordeelsoorten. Daar houden we ons mee bezig. Toch ook iets over het team, want het team CD&A is niet alleen de stemmende leden, zeker niet. Daar hoort ook een archivaris bij, Gerjon Geling, en de assistent-archivaris August van Rijn. Daar kom ik zo nog uitgebreid op terug. Dat is een buitengewoon belangrijk onderdeel van de CD&A. En van de CD&A zelf, daar zijn 8 leden die een stemmende, die stemfunctie hebben, of stempositie hebben. Nou, de namen zijn denk ik bekend, maar ik loop ze toch even na. Gerry Bakker, Christian Brinkman, Thijs Feijen, Diederik Kok, Hans Schekkerman, James Litster, Vincent van Spek en Eddie Nieuwstraten. Nu is het zo dat dat team. Oh,
dat het team allemaal dezelfde opdracht heeft, namelijk gewoon het stemmen over soorten en daar ook gewoon zelf positie in kiezen en een oordeel over vellen. Maar daarnaast is het zo dat eigenlijk iedereen van het team ook wel echt iets extra's meebrengt of een extra taak op zich pakt. Hè, behalve de taak zoals van James, Vincent en van mij, die penningmeester, secretaris en voorzitter zijn, wat ook vaak wel extra werkzaamheden met zich meebrengt, is het ook zeker zo dat eigenlijk ieder teamlid vaak wel een extra bijdrage levert. Een aantal van ons zijn ervaren ringers bijvoorbeeld. Nou, en je merkt bijvoorbeeld dat in dossiers waar discussie is over leeftijd of over geslacht, dat juist deze mensen, zoals Christian en Hans en Vincent, ja, vaak ook echt wel een tandje extra bijzetten om daar wat dieper in te graven. Maar zo geldt het eigenlijk voor bijna iedereen, voor iedereen van het team, dat we gewoon eigen dossiers die om extra analyse vragen of waar een extra diepgang voor nodig is, oppakken en daarmee aan de slag gaan. En ik vind wel dat we kunnen zeggen dat we op dit moment best wel een complementair team hebben met mensen die graag heel erg de diepte ingaan. Of mensen die ontzettend veel energie stoppen in en ook de energie hebben om ook te werken aan analyses en publicaties daarvan. En op die manier hebben we, vind ik, een behoorlijk compleet en actief team. Eigenlijk moet één naam nog genoemd worden, maar daar kom ik zo nog op terug. Jeroen van Vianen, die op de achtergrond een enorm belangrijke rol speelt bij het faciliteren van onze omgeving, stemomgeving. Maar goed, nu ga ik toch eerst even iets zeggen over het archivaristeam. Want dat is iets wat, denk ik wel, niet bij iedereen in de juiste mate bekend is. Dat het een onwaarschijnlijk belangrijk onderdeel van het team is. Ja, de buitenboordmotor van de CD&A, echt de partij die zorgt voor enorm veel, een enorme workload heeft. Echt veel werk moet verrichten. En daarbij ook echt veel extra moet doen. De hoofdtaken die ze hebben zijn het gevallen, verzamelen en voorbereiden voor relatie. Maar daar komt toch nog wel een hoop bij kijken. Dat is het bijhouden van waarnemingen van indiesoort op social media. Nou, alleen dat is al gewoon echt een klus. Gewoon iedere dag eigenlijk alles volgen en registreren. Goed bijhouden. Ontdekkers ook aansporen om gevallen in te dienen. Ingediende formulieren, controleren en compleet maken. Dat zijn allemaal onderdelen van het verzamelen en voorbereiden voor relatie. Maar een enorme belangrijke eerste stap om tot dossiers te komen. Maar ze hebben ook de soms ondankbare taak om correspondentie met indieners te verzorgen. Tegenwoordig gaat het alleen over afgewezen gevallen. Daarbij krijgen ze dus de taak om ook de argumentatie kort of wat langer aan te geven waarom we tot dit oordeel zijn gekomen. Dat het geval niet aanvaard is. En tenslotte de voortgang en proces van gevallen in relatie bewaken. He, ze kijken mee. Na stemrondes zien ze wat er in de stemrondes is ingebracht. Ze leveren daarvoor soms ook aanvullende informatie aan. Soms moeten er in het archief zaken bijgeplaatst worden. Nou, Vincent zal er zo iets van illustreren. Maar dit team levert echt enorm veel werk op dit punt. En kan niet genoeg benadrukt worden dat zij echt van formidabel belang zijn voor het voortgang en de werklood van het CD&A. Stemmen. Nou, dat is eigenlijk natuurlijk wat toch het belangrijkste is wat wij moeten doen. We hebben geluk ten opzichte van onze voorgangers die het toch moesten doen met een enorme stapel post die dan door een brievenbus geduwd werd. En dat ze 2 weken tijd kregen om een hele reeks dossiers van commentaar te voorzien. Bij ons gaat het allemaal tegenwoordig logischerwijs veel soepeler. Maar daarvoor hebben we echt een voortreffelijke omgeving. En Jeroen van Vianen is daar de tovenaar op de achtergrond die die hele omgeving gebouwd heeft. Maar ook nog bij de dagelijkse gang van zaken enorm behulpzaam is om onderdelen van ons proces te faciliteren. Dus om bijvoorbeeld, hij ontwikkelt tools om de snelheid beter te monitoren. Hij houdt bij hoeveel dossiers opgeleverd worden, de doorlooptijd en dergelijke. En is altijd enorm behulpzaam en maar ook heel technisch gewoon op orde om zaken voor ons te regelen. En dat scheelt voor ons enorm. Vincent zal daar zo dadelijk ook op inzoomen over hoe dat werkt en daar ook illustraties van geven. Nou, voor de duidelijkheid, dat is waarschijnlijk wel bekend. We stemmen over determinatie en over status. Nou, daar zitten nog wel een paar andere haakjes en ogen, kleine lettertjes aan. Maar dat is gewoon de core business waar we ons natuurlijk mee bezighouden. Met alle haken en ogen die daarbij van toepassing zijn.
En die soms ook te leiden dat we nou ja, extra werk hebben of waar in ieder geval ons in moeten verdiepen. Dat zal bij de meeste mensen bekend zijn dat we maximaal, we hebben eigenlijk normaal gesproken 1 tot 3 stemronden. Waarbij het wel belangrijk is om te vermelden, dat zal veel mensen weten, maar het is toch wel een heel belangrijk onderdeel van onze oordeelsvorming, is dat de eerste ronde blind is. Dat is nieuw, dat kan pas sinds dat we digitaal kunnen stemmen. Maar is een formidabele ja, extra kwaliteitsimpuls aan het proces van oordeelsvorming. Omdat iedereen gewoon aan de hand van éénzelfde archief en éénzelfde dossier, zeg maar, ja, zijn eigen ja, waarneming, zijn eigen beeld van, de, van het dossier moet vormen. En daarbij ook dus opmerkingen maakt die uiteindelijk een, pas in de tweede ronde voor iedereen zichtbaar zijn. En pas op het moment dat dat gebeurt, is er ook discussie mogelijk. En dat is ook de bedoeling, dat we elkaars argumenten zien. En dan aan de slag gaan om nou ja, op basis van elkaars argumenten, becommentarieerd of beargumenteerd een eigen standpunt innemen. En nou, in sommige gevallen is de eerste ronde voldoende om tot een oordeel te komen. Maar er zijn meer dan genoeg voorbeelden. En nogmaals, Vincent gaat het zo illustreren. Zijn er allerlei voorbeelden van ja, een verdieping die in de tweede en derde ronde plaatsvindt. De derde ronde is lang niet altijd nodig, maar gaat zeker wel voor de lastige gevallen worden die ingezet. En daarin is de opdracht om uiteindelijk gewoon een uitspraak te doen, aanvaard of niet aanvaard. Dan hebben we alle argumenten in 2 rondes daarvoor hebben we gewogen en dan behoren we tot een oordeel te komen. In heel bijzondere gevallen is het tegenwoordig zo dat er ook een 4e ronde mogelijk is. Dat is de voorzitter kan daarvoor een call geven om een 4e ronde te doen. Dat heb ik een aantal keren ook in gang gezet. En dat is vooral als er in de 2e ronde nog echt elementair nieuwe informatie binnenkomt. Die in de 1e ronde niet is bekend geworden. Die eigenlijk de 1e ronde in een totaal nieuw daglicht plaatst. En daarvan is gezegd van dan is het goed om in een enkel aantal gevallen om een 4e ronde te doen. Eens even kijken, nou, toch nog iets over de workload. Dus niet iets waar we over willen klagen, want dat hoort gewoon bij deze eervolle klus. Het is gewoon leuk om dit te mogen doen. Het is een prachtig werk om te doen, maar het is wel degelijk zo dat het je echt niet kan permitteren om een week of 2 weken met je handen op je handen te gaan zitten, want het is gewoon hartstikke, ja, er wordt gewoon veel aangeleverd. En dat zit dan voor een deel in de kwaliteit van de indieningen, dat moet toch gezegd worden. Als we moeten het kwalificeren, dan kunnen we dus aangeven dat ongeveer 30% van de dossiers wij als goed kunnen beoordelen. En goed betekent dan dat eigenlijk alle onderdelen zijn ingevuld die bij een formulier gevraagd worden, of bijna alle onderdelen, en waarin er gewoon een heel compleet dossier is aangeleverd. Maar dat is eigenlijk maar op 30% van de gevallen. We hebben ook heel vaak dat we echt een uiterst sumiere geval krijgen waarin er een link is geplaatst naar een waarneming op waarneming.nl en dat het dat ongeveer is. En het is zelfs daarna zo dat 40% überhaupt niet wordt ingediend, ondanks de verzoeken en pogingen daartoe van de archivaris om tot een indiening te komen, is nog 40% van alle dossiers wordt door het archivarische team zelf ingevuld. Dat betekent dus dat 3/4 sumier wordt ingediend. En dat betekent ook iets voor onze workload. Want dat zijn dossiers waarin dus geen uitspraak is gedaan over de leeftijd, geen uitspraak is gedaan over de slag. Waarin er soms discussie is over wanneer, of er 1 of meerdere vogels in het geding zijn. Welke gemeentes en dergelijke. Er zijn allerlei zaken die dan in dat dossier nog moeten worden opgelost. En dat ligt dan eigenlijk op het bordje van de stemmende leden. Nou, iets over de echte workload. Nou, als voorbeeld 2019. In totaal hebben we als commissie in dat jaar echt op de kop af 3700 keer in totaal gestemd. En dat moet je dus zien als ongeveer ruim 460 stemmen per persoon per jaar. Nou, dat betekent dus dat je gewoon iedere week gemiddeld 9 stemmen hebt om te stemmen. En dat kunnen makkelijke gevallen zijn, maar dat kan ook een batch van 15 falen gierzwalen weer zijn die je mag beoordelen. En dan zit je echt, daar ben je echt niet in een minuut mee klaar of in 5 minuten, daar ben je gewoon echt lang mee bezig. Dus dat betekent dat we een flinke werkdruk hebben, dat we eigenlijk gewoon iedere week wel gewoon geacht worden om te leveren. Want op het moment dat je dat nalaat, dan kom je op een achterstand te staan en dan moet je gewoon echt flink aan de bak om te werken. Dus dat is een beetje om een beeld te krijgen van hoeveel handelingen wij ongeveer verrichten.
Oké, ik ga nu over naar de sheet waarin Vincent het over gaat nemen en dan neemt hij ons mee in de omgeving van het digitaal stemmen. Vincent. Ja, digitaal stemmen. Ik ga even nu live naar internet. Even kijken. Ja. Op dit moment, goedenavond trouwens allemaal, echt super tof dat er zoveel mensen kijken. Echt verrassend gaaf. Ik zit nu op dit moment live in onze stemomgeving, of in mijn stemomgeving om precies te zijn. Ik ga jullie even laten zien hoe het werkt. Je ziet hier bovenaan zie je een aantal tabbladen. Ik zit nu in de stemmen voor ronde 1. Er staat een bolletje achter met 6. Dat betekent dat ik nog 6 dossiers heb openstaan in ronde 1. Dus ik weet, en in ronde 2 nog 3. Dus ik heb in totaal nu 9 dossiers openstaan. Waar ik nog iets mee moet. Ik laat jullie alleen ronde 1 zien. Want zodra ik dan ronde 2 ga. Kijk, je ziet hier al deze balletjes achter staan. Ik hoop dat jullie mijn cursor kunnen zien. Nou. Daar zie je dus hoeveel stemmen er op een bepaald dossier zijn uitgebracht. Nou is er toevallig vandaag een hele berg laatste stemmen uitgebracht, zie ik nu. Want gisteren stonden hier nog allemaal 7's en nu staan er 8. Dus Gerjan mag weer aan de bak. Zodra ik naar ronde 2 ga, staan die bolletjes daar ook. Maar dan staan er rode, groene en grijze bolletjes. En dat betekent dat je dan meteen kunt zien of dat positieve... negatieve of het twijfelstemmen zijn. Even kijken. De techniek staat voor niks. Is het beeld weer terug of niet? Hij was weg. Ja. Ik ja. Zie nu jouw beeld weer. Een beetje... Yes, oké. Okay. Excuses. Een wifi-kinkje. Dus hier zie je dus hoeveel stemmen er zijn uitgebracht. Even denken, ik scroll je even doorheen. Je ziet hier nog een slotje staan. Dat is op zich wel aardig om toe te lichten achter de rosganzen. Dat betekent dat die even op slot staat. Daar kunnen we even niks mee. Dat slotje betekent dat er nog dingen voor worden uitgezocht die aan het dossier worden toegevoegd. Bij rosganzen kan ik nu zeggen dat het in dit specifieke geval is... omdat er heel veel rosganzen tegelijkertijd zijn gezien. En op heel veel verschillende plekken. En wij weten dat op basis van kleedanalyse een aantal vogels individueel herkenbaar zijn. Alleen de laatste serie waarneming moet nog bekeken worden. Of dat ook vogels zijn die in voorgaande jaren te zien zijn geweest. Nou, wat ik nu eigenlijk wil gaan doen. Is ik scroll even naar beneden. En... ik ga live met jullie een stem uitbrengen, zodat jullie zien hoe het werkt. Ik ga nu naar Grijze Wouw. Kijk, dit is normaal natuurlijk not done, want Eddie vertelde net een prachtig verhaal over hoe we blind stemmen in de eerste ronde. Dus dit is eigenlijk even not done, ik jullie meenemen, maar ik kan toch wel zeggen dat Grijze Wouw niet een heel erg controversieel dossier is, waar heel veel verschillende meningen over zullen zijn. Ik kom hier nu in mijn stemomgeving. Eerst formulier. Ik heb dit formulier natuurlijk al bekeken voordat deze avond plaatsvond. En ik ga dat formulier nu even niet openen. Ik kan even laten zien hoe het werkt. Als er meerdere indieningen zijn, dan kun je die ook nog aanklikken. Hij is gevonden door Willem Wind. En hij heeft hem keurig netjes ingediend overigens. Alleen ik open hem niet omdat er persoonsgegevens in staan. Ik open hem wel even, ga wel even naar het archief. En het punt van het archief... is dat is het deel wat gevuld wordt door onze archivarissen. Dus die voegen extra materialen toe aan de dossiers, als het ware. Nou, daar staan hier allemaal mooie foto's in, waarbij je echt prima kan zien dat het inderdaad echt om een grijze wouw gaat. Die kan ik natuurlijk ook mooi uitvergroten. Zo. Nou, grijze wouw, nominaat, niks meer aan de hand. Nou, dan ga ik nu even stemmen. En dan kan ik hier stemmen op identificatie en ik kan zeggen ja, nee of onthouding, weet ik niet. Hetzelfde geldt over status. Ja is een wilde vogel, nee is een escape of onthouding, ik twijfel. Nou, dit is duidelijk een grijze wouw, dus ik ga hem op ja zetten op status en op herkomst. Of zo, status en identificatie. Enig puntje is, de vogel is ingediend als adult.
Nou heb ik de foto's bekeken en je kunt echt zien dat het geen juveniel is. Alleen bij grijze wouwen, die kunnen ook heel vroeg in het jaar al geboren zijn. En al doorgeruit, dus waarbij je hem nu niet meer met zekerheid zou herkennen als een eerstejaars. Dat is een theoretische mogelijkheid. Dus ik schrijf nu gewoon op, ID prima, of weet je, zoiets. Ik hoef verder geen woorden aan het veld te maken in dit geval. Leeftijd voor mij niet juveniel. Nou, moet ik wel goed typen. Verder onbekend, zoiets. Ik haat typfout, ja, dat zou je altijd zien. Zo, en dan ga ik nu stemmen, up, en is die klaar. En als ik dan terug ga naar het stemformulier, dan zie ik bij die grijze wouw waar net 6 mensen in totaal op hadden gestemd, hier deze, dat er nu 7 op hebben gestemd. Eddie, kan jij de presentatie weer even terugpakken? En welke was deze? Ja. Yes, volgende slide alsjeblieft. Belangrijke vraag, waarom een tweede of een derde ronde? Terwijl dikwijls is zelfs de ID gewoon voor iedereen klip en klaar. Ik zeg bij deze, er bestaan eigenlijk geen hamerstukken. Nou, een heel enkele keer. Maar in principe, ik zeg bijna geen hamerstukken. Dit is een simpele. Bij een nieuwe soort van Nederland. Voor een nieuwe soort van Nederland geldt eigenlijk altijd een extra drempeltje. Hè? Dus normaal gesproken is het zo dat als 7 mensen voorstemmen, de identificatie, eentje tegen uiteindelijk, dan wordt die aanvaard. Bij een nieuwe soort van Nederland moeten 8 mensen positief zijn over de identificatie. Vroeger werd daarna een soort extra ronde nog aan toegevoegd door die soort officieel in een vergadering te bekrachtigen als nieuwe soort van Nederland. Hè, zodat je nog 1 keer het geval kon doornemen. Dat was uitstekend, is goed en ook voor de zorgvuldigheid echt prima. Tegenwoordig vinden wij het niet meer helemaal van deze tijd. En met onze digitale stemomgeving kunnen wij dit nu ook heel makkelijk dan met altijd een extra ronde af. En dat is best handig, want er komt soms best ook nog wat extra informatie naar boven waar we het toch nog even ook over hebben. Maar, en dat helpt ook weer bij een zorgvuldige documentatie van zo'n zeldzaam geval. Maar Nieuw voor Nederland is altijd een tweede ronde. Eddie, mag ik de volgende? Ja. Nou, determinatie spreekt voor zich. Een aantal ja, soorten zijn gewoon lastig. Jullie zagen net in mijn stemomgeving dat ik kon zeggen ja, nee of vraagteken. Het werkt zo dat als er ook maar ergens, als 1 iemand ergens een vraagteken of een kruisje heeft neergezet. En al het andere is groen of andersom. Hè, alles is rood, maar iemand heeft 1 groen of 1 vraagteken neergezet. Krijgt altijd een tweede ronde. Dus alleen als er volledig unaniem gestemd wordt in de eerste ronde, krijg je geen tweede ronde. Nou, en dat is bij soorten de Isabel Kabierenpaar, matig gefotografeerde valen, gierzwaluwen, arenden waar de hybride problematiek speelt. Dat zijn typisch soorten die je hier ziet, de bruine lijster van Groningen. Daar zullen we verder niet meer inhoudelijk op ingaan, maar dat zijn typisch gevallen waarbij we echt nog een tweede en soms een derde ronde nodig hebben om tot een oordeel te komen. Volgende. Status, nou ja, dat mag geen verrassing heten, dat hier veel discussie over plaatsvindt. Dat gaat niet alleen maar over is het wel of niet waarschijnlijk of mogelijk een escape, maar er zitten ook andere ingewikkelde aspecten aan. Denk bijvoorbeeld, roodsnavelkerkringvogel zie je hier links onderin de foto. Is deze foto heeft hij heel lang in zee gelegen en is niet in Nederlandse wateren doodgegaan en is die aangespoeld op het strand? Is die van een boot afgeveegd als dode vogel? Of is die hier gestorven? Ja, dat zijn ingewikkelde zaken. Bruine Gent is nu wel een interessante discussie. Die vogel is op een boot gefotografeerd. Deze kwam overigens aanvliegen. Maar de vogel van de Maasvlakte, die zat ook op een boot. Ja,
Nou, dan krijg je de chip, of ze wel of niet per schip zijn aangevoerd, dat soort discussies. Nou, daar zal ik verder niet te diep op ingaan. Ik ga jullie straks nog een paar dingetjes laten zien. Overigens ook weer in mijn stemomgeving. Mag ik de volgende? Want dit is een van de redenen waarvoor we het vaakst overgaan op een tweede of soms zelfs derde stemronde. Namelijk leeftijd en geslacht. Wij vinden het belangrijk om al die zeldzame vogels, ook al is een klip en klaar dat er een blauwstaart is gezien. Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk van deze vogels ook goed op leeftijd en geslacht te brengen. Wat niet altijd makkelijk te zien is. Dus daar wil ik jullie eigenlijk een paar voorbeeldjes van geven. En dan pak ik gewoon even de omgeving weer even terug. Wij hebben afgelopen najaar de prachtige goudluister van Ouddorp, gevonden door George Tanis. Super beest. Die is aanvaard, maar we hebben wel twee rondes over gedaan. En dat die aanvaard is, is klip en klaar. Hij is niet heel mooi gefotografeerd, maar daar is wel één hartstikke goede foto, of tenminste, een interessante foto van Lennart Verheuvel. En hier is de staart te zien. Nou, wat we nou in de tweede ronde hebben gedaan, is een foto van dat prachtige nieuwe boek over de zangvogels, een aantal zangvogels in Oost-Azië. Hebben we even een klein plaatje van toegevoegd. En hier zie je staarten van goudluisters. En daarbij kun je zien dat bij jonge vogels ook de meelse staartpennen lichte topjes hebben. Nou, als ik dan weer terug ga naar die foto, dan zie je dat dat inderdaad het geval is. En op basis van deze, terwijl er heel weinig fotomateriaal is, en er zijn matige foto's, maar excuses aan de fotografen bij deze, hebben we deze vogel toch op leeftijd kunnen brengen. Nou, dat is een nog zo'n voorbeeld. Oh, wacht even hoor. Deze poolsnip van Jorrit Vlot, Arkeheim. Nou, als je deze foto ziet, het is voor iedereen die iets van snippen weet, klip en klaar dat hier een poolsnip op de foto staat. Mooie witte buitenstaartpennen, die witte, grote witte toppen aan de handpendekveren en de grote dekveren en de middelste dekveren en dan die hele gestreepte ondervleugel en buik. Maar op deze foto, op één foto, is heel mooi te zien dat die vogel van die mooie zwarte dwarsbandjes heeft op de buitenste staartpen. En bij een adult is die nagenoeg tot helemaal wit. Dus op basis van deze foto konden wij nog bepalen dat het ging om een jonge vogel ook. Nou, dit zijn even twee voorbeelden waarbij je even goed kunt zien waarom wij soms meerdere rondes over een vogel doen waarvan iedereen denkt, ja, het is toch duidelijk dat het soort X of soort Y is. Eddie. Ja, dat is ook nog één interessante en dat is geluiden. Er worden natuurlijk steeds meer geluiden opgenomen, dat is super fijn. Wat er nog wel eens gebeurd is dat het om vogels gaat die wel gehoord worden, maar niet gezien. Dat levert soms interessante verrassingen op. Diepgravende analyses waarom een enkel prutroepje toch uiteindelijk een veldleeuwerik blijkt te zijn en geen korte leeuwerik, om maar een voorbeeld te noemen. Daar zit voor ons vaak veel werk in. Een recent interessant voorbeeld was een hele vroege bergfluiter die gemeld was. Er staan geloof ik twee zangstroven op de opname en één roep. En er zit ook heel hard een gekraakte roodstaart te tetteren op die opname. Gekraakte roodstaarten, ze staan er niet zo onbekend, maar het zijn net zulke uitstekende imitators als bosrietzangers. Daar hebben we ons buitenlandse netwerk ook voor ingeschakeld. Onder andere Ralph Martin en Julian Rochefort, die enkele tienduizenden zangstroven van gekraagde roodstaart heeft opgenomen. En die bevestigde eigenlijk, ja, weet je, dat ze echt uitstekend bergfluiters na kunnen doen, gekraagde roodstaarten. En dat je het op sonogram het verschil niet ziet. Zo goed zijn ze. Nou, en dat is dus lastig als een vogel dus niet gezien is. Hè? Kijk, als hier een bergfluiter was gezien, ik zeg niet dat het geen bergfluiter was.
Alleen in dit geval is er wel de gereden twijfel of het niet die gekraagde roodstaart was. Het toont het belang eigenlijk, wat ik nog wel zie bij indieningen, is een opname. En iedere opname is fijn, hè? Super tof. Maar als een vogel vaker zingt en vaker roept, is het echt handig om langer ook op te nemen. Want soms krijgen we opname van 5, 6, 7 seconden. Terwijl als je dezelfde vogel 2 minuten opneemt, ja, dan hoor je ook alles wat er omheen gebeurt. En dan hadden we misschien 5, 6 zangstroven gehad van alleenstaande zangstroven van de bergfluiter. En dan hadden we kunnen zeggen, nou, dat was echt niet die gekraagde roodstaart. Ik weet niet of het zo is, hè, maar in theorie. Dus dat is belangrijk. Nou, Iberisch Jif, ook een voorbeeld. De vogel van Groningen vorig jaar, die prima zong als een Iberisch Jif, maar uiteindelijk bleek te roepen als een gewone. En Nokmik, het 's nachts door laten lopen van recorders op daken, een nieuw facet aan onze hobby. Fantastische toevoeging. Is wel heel nieuw, dus die roept bij ons nog veel vragen op. We hebben tot nu toe 2 gevallen aanvaard, als ik me niet vergis. Dit vorig jaar een dwergorel. Van onze hoofdredacteur heeft ooit 's nachts een roodreiger opgenomen, een aantal jaren geleden. Maar ja, dit is een veld dat in beweging is. Hè? En in het buitenland is sowieso al een keer een grap voorgekomen dat iemand een zeldzame soort heeft afgespeeld om zijn vriend in de maling te nemen. Dat is toch iets waar je ook aan moet denken. Maar daarnaast ook, ja, weet je, het is pas sinds kort is er bijvoorbeeld een artikel over hoe bonte vliegenvangers, een hartstikke algemene soort, nu eigenlijk 's nachts klinken. Nou ja, als er van de algemene soorten nog zoveel onbekend is, is dat wel spannend over hoe dat nou eigenlijk zit met die zeldzame soorten. En ik kan me zoiets voorstellen dat dat nog iets is waar we nog wat nader naar moeten kijken en misschien wel beleid op moeten ontwikkelen. Ik geef hem even terug aan Eddie. Oké, dankjewel. Of deze, ja. Ik kan hem ook nog, ja. Ja. sorry. Eddie heeft het eigenlijk al ingeleid. En ik heb er net eigenlijk ook al iets over gezegd met die geluiden. Het is wel van belang dat er iets completer, vollediger wordt ingediend hier en daar. En weet je, de mensen, ik ben blij met iedereen die indient. Weet je, wij krijgen ook de indieningen, zoals Eddie al zegt, van mensen die gewoon op waarneming.nl zitten en iets in hun tuin hebben gezien. En toevallig is het zeldzaam. Weet je, fantastisch dat die mensen ook de moeite nemen om überhaupt hem in te dienen. Echt geweldig. Iedereen die de moeite neemt om in te dienen, dank. Maar daar valt nog wel een slag te maken. En dat kan soms ook wel van belang zijn voor de determinatie. En in elk geval ook voor onze workload. En het geval wordt er ook beter mee vastgelegd. En wat je nu dus ook ziet, want daar gaat echt ongelooflijk veel tijd in zitten voor Gerjon en August als archivarissen, dat zij het compleet krijgen van een dossier betekent ook dat ze overal foto's van internet moeten gaan trekken en die in het archief moeten gaan zetten. Nou, als je dat en de begin- en de einddatum moeten gaan bepalen van een vogel. En welke gemeente is die gezien? Nou, dit is ongelooflijk veel werk. Zeker als je dus bedenkt dat zij dus meer dan 100 dossiers per jaar daarmee vullen. Super veel werk. En dan moeten ze de karig ingediende dossiers moeten ze ook nog aanvullen. Wat altijd handig is, is voeg toch ook altijd een beschrijving toe. Ook al zijn er mooie foto's. En er zijn toch altijd dingen die in het veld opvallen en die op foto's wegvallen. En foto's vertekenen soms ook een beetje. En je ziet in het veld bijvoorbeeld ook gedrag van een vogel. En dat zie je van een foto niet af. En als je het weet, is het echt heel fijn als je leeftijd en geslacht toevoegt. En ik snap echt dat niet iedereen dat kan. Dus het moet ook niet een drempel worden. Maar je kunt heel makkelijk, kan iedereen sommige dossiers wat completer maken. Dus door niet een link toe te voegen naar waarneming.nl, maar zelf de fotootjes wel bij te voegen. Dat is echt wel top. Want we kunnen wel linken naar waarneming.nl, maar wij hebben geen controle over waarneming.nl. Als ze zoals vorig jaar de site omgooien, dan doen alle oude links het niet meer. Dus wij halen alles naar binnen, want wij willen het zelf ook archiveren. En het helpt ons, weet je, als je
Zeker bij moeilijke gevallen. Ja, als je zelf ook al een idee hebt over waarom het soort X moet zijn, ja, onderbouw dat ook. Dat helpt ons ook in het beoordelen. En hetzelfde geldt voor geluidsopname. Als het belangrijk is voor de determinatie en je kunt een sonogram maken. Als je het niet kan, weet je, dan is het jammer. Weet je, dan, maar als je het wel kan, is het echt super handig als je het doet. Ja, daar heb ik net al iets over gezegd. Dus het beschrijven van de vogel is ook echt van belang op het moment dat er gewoon goede foto's zijn. Gedrag en de omstandigheden van de waarnemingen zijn daarbij ook wel soms cruciaal. Oké, okay. Zal ik hem weer overnemen? Yes. Ja. Oké, okay. Nou, dan zijn we bijna aan even de laatste slides. Toch nog even aangeven dat wij meer doen dan stemmen alleen. Er komt gewoon meer bij kijken in het werk als CDNR. Communicatie is gewoon een belangrijk punt. We zijn daar gewoon ambitieus in. We proberen ieder dossier, ieder besluit op een of andere manier te motiveren. Dat gaan of via het jaarverslag, waarvan we zelf ook proberen om dat verslag nog aantrekkelijker te maken dan dat hij was. Dus daar proberen we ook echt de leesbaarheid van te vergroten. We proberen ook bij dossiers waarvan we aannemen dat dat misschien vragen oproept of controversieel worden ervaren. Proberen we ook gewoon toelichting te geven op die dossiers. Niet per se om te overtuigen of om meer steun voor dingen te krijgen. Maar ook gewoon om de argumentatie die wij gehanteerd hebben, om die gewoon te delen. En de discussie die daarop volgt, die is ook gewoon goed en nuttig. En zeer scherpt ons gewoon om te kijken of wij ons werk op die manier goed doen. Maar communicatie is iets waar gewoon ook echt gewoon veel tijd extra in gaat zitten. Daarnaast voeren we gewoon analyses uit. Sommige soorten vragen daarom. Bijvoorbeeld een geval die soorten die beoordeeld soort af zijn, zeg maar. Zoals Joris Bladkoning. Nou, dus we hebben echt mensen in ons team die dat ook heel erg leuk en goed kunnen, vind ik. Om daar echt in te duiken en een mooie verhaal van te maken. En dat heeft gewoon veel waarde om daarmee de documentatie gewoon vast te leggen. Maar analyses kunnen ook gaan over hoe we om moeten gaan met hybrides, bijvoorbeeld een soort nieuw beleid. Er zijn gewoon, soms is het nodig om het beleid te actualiseren. Dat hebben onze voorgangers ook gedaan met het invoeren van de omgekeerde bewijslast. Nu vraagt bijvoorbeeld DNA, vraagt echt, dat is een nieuw fenomeen. Daar moeten we echt iets mee om dat op een goede manier in onze besluitvorming een plek te geven. Nou, daar hebben we de afgelopen jaren echt een hoop tijd en energie in gestopt om dat voor elkaar te krijgen. Hetzelfde geldt wat Vincent ook aangaf, geluid. Het is gewoon iets wat enorm in beweging is. Nou, het is echt denkbaar dat we daar toch gewoon wel een soort richtlijnen voor moeten gaan ontwikkelen. Dus nou, dat zijn zaken die soms om extra aandacht vragen. Ik ben digitaliseren archief heb ik overgeslagen. Dat is ten onrechte, want het is echt een formidabel belangrijk punt voor ons. We zitten eigenlijk met met dat archief een klein beetje in ons maag. Of eigenlijk in een schuur in Den Haag. Daar staan gewoon heel veel papieren dossiers die gewoon echt erom schreeuwen om gedigitaliseerd te worden. Maar dat is een enorme extra klus om op te pakken. Dat kan Gerion ook echt niet in zijn eentje doen. Daar moet eigenlijk gewoon professioneel kracht achter zitten. En dat is ook de reden, daar is dat mooie plaatje linksonder voor bedoeld. Dat wij een poging hebben gedaan om daarin afspraken te maken met Naturalis. Om hun professionele digitaliseringsmogelijkheden misschien aan te kunnen wenden om hier een slag in te slaan. Nou, daar zijn we vorig jaar mee begonnen. Helaas heeft COVID in het vervolgstappen. Er is inderdaad een samenwerkingsprotocol ondertekend. Maar de vervolgstappen zijn door corona een beetje achterwege gebleven. Nou, en tot slot, dat verwijst naar een plaatje rechtsboven onder andere. We proberen zowel nationaal als internationaal de samenwerking en afstemming zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat doen we nou, bijvoorbeeld met waarneming.nl, een formidabel belangrijke bron van inkomsten. van waarnemingen die aangeleverd worden. Het is enorm goed om daar een hele belangrijke samenwerking in stand te houden. Maar daar liggen misschien nog extra mogelijkheden die nog onbenut zijn gebleven.
Maar datzelfde geldt voor internationale samenwerking. Dat is de laatste jaren echt in opmars. Er wordt sowieso rondom dossiers die grensoverschrijdend zijn waargenomen de laatste jaren steeds actiever. Niet alleen door ons, maar ook door anderen. Echt gezocht naar samenwerking. Nou, en dat leidt gewoon tot meer werk, maar ook enorm inspirerende nieuwe informatie. En daarbij is het toch echt leuk om te merken dat dat AERC, de Association of European Records and Rarity Committees, dat daar echt weer nieuw leven in wordt geblazen. Dat is eigenlijk een initiatief geweest van de Fransen. Maar je ziet in de afgelopen maanden een enorme toeloop aan mailverkeer en uitwisseling. Dus dat zijn zaken die tijd vragen, die ontzettend leuk zijn om te doen, maar die ook gewoon tijd vragen. Dus dat zijn dingen die wij gewoon ook moeten oppakken en met plezier dat ook doen. Tot slot, toch nog drie harde kreten. We wijzen niet af. Ik heb het geloof ik net ook al een keer verkeerd gezegd door af te... Maar het gaat om niet aanvaarden. We wijzen niet af. En vogel wordt niet aanvaard. Dat betekent gewoon dat we gewoon onvoldoende zekerheid hebben over documentatie. Of onvoldoende in handen hebben om een soort te aanvaarden als zodanig. Maar daarmee zeggen we niet dat de soort het niet geweest is. Dat is wel een belangrijk signaal wat we echt ook af willen blijven geven. Toch ook nog, ja, nou ga ik geen tekst aan besteden verder is. Maar we zijn vrijwilligers. We hebben het allemaal druk. We hebben allemaal banen en kinderen en, of andere activiteiten waar we veel tijd in kwijt zijn. Soms vraagt het veel tijd, maar we doen het graag. Maar ja, dat is soms toch wel een beetje zoeken daarna. En tot slot, belangrijk voor onze communicatie, dutchafifauna.nl. Daar zit eigenlijk alles wat wij doen, proberen we daar toe te lichten en kan teruggevonden worden. Dat was het. Dank voor jullie aandacht. En nou, benieuwd of er vragen en suggesties zijn. Ja, dankjewel Eddy. En Vincent ook. Duidelijk verhaal, denk ik zelf. Ik zag al enkele vragen in de chat, maar ik wil de eerste vraag even aan onze voorzitter geven. Als die toevallig ook... hij is er nog, ja. En dan, Eddy, als jij nou even je schermdelen stopt, dan gaan we over naar de... Volgens mij één vraag die is gesteld, die is denk ik eerst leuk om te beantwoorden. Voor mij Jan van der Laan stelde die vraag, volgens mij kunnen die lensie niet een keer aanvaarden? En volgens mij net twee seconden geleden mijn telefoon ontploft, dat er in elke appgroep ongeveer nu voorbij komt dat kleine springkaarsanger is aanvaard. Dus dat is een goede timing. Dat is een beetje flauw. Die hadden we, dat is 4 dagen geleden had die aanvaard kunnen worden. We vonden het wel geinig om dat nog even 4 dagen op te sparen. Dat beest heeft zo lang in onze portefeuille gezeten dat we het wel leuk vonden om dat nog 4 dagen door te trekken. En, volgens mij heeft hij maar 2 maanden gerouleerd. Maar, ja, maar goed. Dat Jan net die vraag stelt en dat hij net aanvaard is. Ja, nou ja, u vraagt hem bij draaien. Ja. Wat jullie zeggen natuurlijk inderdaad de kwaliteit van die indieningen. Dat ik aan te denken. En wat je zelf wel zegt, is het kan best wel een drempel zijn. Bijvoorbeeld ook voor mensen op baanin.nl die dan wordt gevraagd van, hey, heb je iets zeldzaams gevonden? Dien het even in. Is er ook, nou, jij geeft al een aantal tips. Is het handig om staan die ergens? Is er ergens een plek waar we bijvoorbeeld die drempel kunnen verlagen? Dat we mensen, of kunnen mensen ergens om hulp vragen als ze hulp willen bij het indienen van de soort? Nou ja, kijk, dat wordt een beetje moeilijk. Want kijk, we kunnen daar natuurlijk niet al te ver in gaan. Want uiteindelijk moeten wij die gevallen gewoon beoordelen. Dus daar moeten we ook een bepaalde afstand toe bewaren. We hebben natuurlijk gewoon richtlijnen en zaken die we in ons dossier graag willen zien. Dat staat ook in die formulieren staan die op aangegeven. Nou, nogmaals, en dat ben ik helemaal met Vincent eens. Het is echt zo dat we vooral heel blij zijn als mensen de moeite nemen om in te dienen. Dus laat dat de allereerste stap zijn. En dan heel lang niets. Maar... aan de andere kant, als ik kijk naar de mensen die hier nu misschien luisteren en naar de mensen die ik ken die af en toe indienen, daar zitten gewoon mensen bij die misschien beter zouden moeten kunnen of weten. En die roep ik echt op om die stap echt wel te maken. Gewoon tot complete dossiers zoveel mogelijk te komen en daar energie in te stoppen. Mm-hmm. Wij werken overigens nog wel om toch nog een kleine verbeterslag proberen te bereiken met de indienformulieren. Maar daar komen we spoedig op terug. Oké. Dan gaan we nu even kijken naar de chat. Was er nog een vraag naar het gemiddelde aantal gevallen die er onder handen zijn op een bepaald moment? Maar volgens mij was het dus iets van 9 per week bijvoorbeeld. Ja, Gerrie, ook durf jij er iets over te zeggen? Want ik weet niet precies hoeveel er echt in totaal open zijn. Dus een aantal dossiers on hold. Dat zijn er best veel momenteel. Maar los daarvan, misschien dat Gerrie er iets over kan zeggen? Op dit moment
hebben wij iets van 75 dossiers in de roulatie. 75. Hangt er ook een beetje van het seizoen af. Meestal ja. na het voorjaar komt er met de grote hoofd meestal binnen. En dan in de zomer en begin van de winter is de hoeveelheid dossiers aanmerkelijk hoger dan nu in het begin van het voorjaar weer is. Maar er zitten zo meestal soms zo'n 70, 75 gemiddeld in roulatie. Nou, daar heb je hem. Ja. Oké. Volgende vraag. Vraagje, is het mogelijk om oude versies van het CDNA-handboek op de site te zetten? Ik vind het in ieder geval handig en interessant om te zien op welke onderdelen een handboek is aangepast. Ja, snap ik. Begrijp ik de vraag. Ook een terechte vraag, denk ik. Ik moet eerlijk zeggen, daar hebben we al echt wel over gesproken. We zijn bezig om die versies, dat is deels een beetje knulligheid van onszelf. Geen kwade wil, zeg maar. Maar we moeten gewoon echt, we zijn bezig om de verschillende versies weer boven tafel te krijgen en in rijglid te krijgen. Er zijn meerdere momenten geweest dat er aanvullingen zijn geweest. Maar er wordt onder andere, denk ik, gedoeld ook op stukken tekst die in de bijlagen zijn verdwenen en dergelijke. Dus het is misschien goed om we zijn bezig om daar iets voor te doen. Die zullen TZT, en dat zal hopelijk niet te lang duren, ook echt beschikbaar worden gesteld op de site van Dutch Archive Fauna. Oké, wordt vervolgd dus. En dan is een vraag, als je bijvoorbeeld een beoordeelsoort vindt en je hebt 40 of 4000 foto's, ga je die dan allemaal indienen? Ook al als ze zijn allemaal begonnen. Dat is een goeie. Ja, dat is echt een goede vraag. We hebben laatst een dossier gehad waarvan ik geloof ik zelf ook een opmerking in de kant heb gemaakt van wow, dit zijn wel heel veel foto's. Ja, ja, daar moet ik een beetje... Kijk, het is natuurlijk een klein beetje selectie is daarin wel fijn, laten we wel wezen. Het gaat er vooral om dat als je zeg maar in 1 seconde 8 keren de onderkant hebt gefotografeerd, dan is misschien die ene foto daarvan voldoende. Maar het is echt zo dat onderkant, bovenkant, en zeker ook met bijvoorbeeld als je foto's gevangen, van gevangen vogels, hè, dat is verrassend hoe weinig foto's daar soms bij zitten. Dus in die zin zou ik bijna zeggen, hoe meer hoe beter. Dat kan bij vangsten echt nog wel eens een keer een punt zijn. Maar een paar honderd is echt te veel. Ja. Zeg ik namens de groep. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is een beetje zelf je eigen afweging maken. Er zijn wat meerdere vragen over specifieke gevallen. Ik weet niet of we bijvoorbeeld langlopende dossiers zoals de Oostelijke Blonde Tapuit en zo, of we daar op specifieke gevallen willen ingaan. Maar... Ik wil even geen generieker maken dan. Want de Oostelijke Blonde Tapuit is daar een voorbeeld van. Wij hebben beleid bij gevallen waarbij de determinatie leunt op de DNA-analyse. En dat is hier duidelijk het geval. Dat beleid dat wij hebben opgesteld is dat de sequence, zeg maar, hè, dus de DNA-analyse... die moet opgenomen zijn in Genbank. Dat is de openbare genetica-bank, zeg maar, in de biologie. En dat maakt die informatie voor ons controleerbaar. Kijk, we weten allemaal, weet je, op een enkel geval van Martin Collins en na komt alles in Nederland, komt van Peter de Knijf. En we weten allemaal dat Peter de Knijf een hartstikke gedegen, goede wetenschapper is. Zoals een aantal van jullie al weten, ik werk al 10 jaar met hem samen in Chifchaf-onderzoek. Alleen, weet je, als een zeldzame soort gezien wordt en je vraagt een expert en die zegt ja, het is er één, daar nemen we ook geen genoegen mee. Hè? Dus we willen dan foto's of een beschrijving. Nou, datzelfde geldt eigenlijk voor dat DNA. Het moet controleerbaar zijn. Het gaat er niet om of we het wel of niet geloven. Het moet controleerbaar zijn en niet alleen voor ons. Maar tot in de lengte vandaag, over 50 jaar, wanneer niemand meer weet wie Vincent van der Spek is en wie Peter de Knijf was, en bij van spreken, moet dat nog steeds te herleiden zijn ergens. En dat is dus het criterium. In het geval van de Oostelijke Blonde Tapuit van Westkapelle is dat hij gewoon al die tijd niet in Genbank zat. Dus wij hebben nog niks om te beoordelen, behalve het woord dat het er één is op basis van een analyse, maar dat is een e-mail. Ja, oké. Okay. Dus, en dat geldt dus voor alle DNA-gevallen nu. Ja, vroeger ging er daar anders mee om, maar dat is nu gewoon de standaard. Ah ja. Oké, duidelijk. Dan nog wat informele vragen. Bijvoorbeeld wat de
Wat is jullie persoonlijk de leukste gevallen om te beoordelen? De leukste? Ja. Ah, kleine bruine vogeltjes met versmallingen en handpenprojecties. Dan ga ik gewoon helemaal los. Dus, voor mij toch ook wel. Sommige soorten zijn gewoon mooier. Dat sowieso. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke voorkeuren. Ik heb ook heel vaak wel dat ik een beetje jaloersigheid kan krijgen. Als ik van die dossiers zie van gevallen die gevonden zijn door mensen in het veld. Dan denk ik, wauw, wat een onwijs mooie soort is er gevonden. Ik kan me dan heel vaak de emotie die erbij zit bij het vinden van zo'n soort kan ik me heel goed voorstellen. En dat zijn eigenlijk de soorten die ik het leukst vind. Dat vind ik ook de leukste stukken tekst om er even bij te pakken. Ook vaak als gewoon van bron van vermaak, zeg maar. Of een soort plaatsvervangende trots voor iemand anders die dat ontdekt heeft. Het is heel leuk dat heel veel waarnemers dat nog doen. Gewoon even het moment van de vondst ook nog even beschrijven. Dat is echt dat ze, blijven doen. Leuk. Oké, ja, precies. Dan de vraag of jullie dus wel eens buitenlandse experts vragen. Nou, dat heb je volgens mij al. Ja, zeer zeker. Ja. Heel vaak. We hebben ze het laatste jaarverslag hebben we ze voor 2019 allemaal opgezomd. Ook voor welke dossiers in de dankwoord. Het jaarverslag is ook op Dutch Avifauna. Ook voor de niet-leden van Dutch Birding is die op Dutch Avifauna. Is ons jaarverslag gewoon gratis in te kijken. Nou, super. Dus dan kun je dat allemaal terugvinden. Ja, heel vaak, ja. Even kijken, wat voor vragen hebben we nog meer? Hebben jullie wel eens ruzie? Lopen de over een bepaald geval? Emoties lopen wel, ja. We hebben wel een team van, het zijn allemaal wel, laat ik zo zeggen, eigenwijs wordt wel een beetje gewaardeerd, zeg maar, in de groep. Dus het is wel echt dat iedereen echt zich heel vrij voelt om gewoon enorm contrair met meningen of standpunten te komen. En dat is gewoon af en toe ook echt gewoon, behalve amusant, ook gewoon soms irritant gewoon. Of dat je gewoon echt met elkaar bezig bent om over dossiers te debatteren. Maar dat geeft juist heel veel scherpte. Dus boosheid nooit. Wel is van Jezus, wat een discussie waar we in zijn verland. Maar dat hou je toch. Ja, ja en om daarop aan te vullen, want ook heel vaak. Dat ik, Eddie zei eerder al, dus bij iedereen heeft wel specialisme of iedereen heeft zich wel eens helemaal vastgebeten in een dossier. En dan komt er een tweede ronde en dan herkennen denk ik allemaal dat gevoel dat iemand daar iets heeft opgeschreven en dat je echt denkt, wauw! Echt onwijs gaaf, dat je echt, soms met je oren staat te klapperen, dat ik echt, echt briljant. Goede vondst. Dus Ja, in die zin is het jammer dat jullie niet mee kunnen kijken, want er komt een hoop voorbij. Ik echt, dit is, jeetje, en wat heb ik ook echt ongelooflijk veel. Ik ben nu in mijn zesde jaar, iedereen mag maximaal 2 termijnen van 4 jaar. Hè? Dus ik heb nog 2 jaar te gaan, maar ik denk echt, dat is wel gewoon, weet je, in die scherpe discussie, weet je, wij zijn allemaal determinatie-nerds. Want anders zaten we hier niet. Nee, dat is gewoon een van de facetten van onze hobby die we gewoon fantastisch leuk vinden. Dus irritant. We leven er ook een beetje van op natuurlijk. Want we kunnen gewoon lekker soms nerden met z'n allen. Dus het is echt super gaaf, weet je. Ja, dat is wel goed om te horen. Het is toch ook leuk? Het is zeker leuk. Ja, onderling is het heel leuk. dan gaan we even krijgen. Justin Jansen die stelt een vraag over dunbekwulpen op versmarkten. Er was één niet aanvaard. Laatste DB staat er een artikel over, hè? Dus, precies. Weet waar je op bedoelt. Ja. Ja. En anders kan Justin denk ik nog wel een mailtje sturen hierover. En dan, even kijken, wie heeft in de geschiedenis... Ik zie de vraag niet, maar we zullen Justin... Ik stuur de vraag wel even naartoe dan. Oké, perfect. Prima. Oude versies zijn ze blij mee. Het hoofdstuk van de D-categorie is weg. Uit de handboeken. Ja, dus dat is het punt waar ik naar vraag. Dat zal dan terugkomen in die tekst die we dan uiteindelijk terugplaatsen. Ja. Dat is geen vraag. Ja, dat is een zou je standaard een buisje in het veld bij moeten hebben voor DNA? Goeie vraag. Een perkament envelopje werkt ook gewoon prima. Peter Knijf natuurlijk al meermaals duidelijke reclame voor gemaakt. En dat is zo enorm in ontwikkeling.
Dat heeft ook heel veel mensen hebben dat al. Dat zal vast standaard repertoire worden voor de generatie die na ons komt. Of die nu het veld in begint te gaan. Ja, denk ik wel. Dat een waterstaafje en papieren envelopjes inderdaad voldoende. En dat die gewoon goed uitdroogt. Dat is het belangrijkste. Prima. En schep geen zand mee. Dat is een belangrijke tip. Hier, dit soort kleine envelopjes zijn dat waar ik alles in bewaar. Ja, kijk. Dat is een kleine nog moeite. Een vraag over. Het heeft een ongeringde blauwvleugeltaling ingediend. En het gaat specifiek om de soort. Maar nu zegt hij is afgewezen. En hij vraagt zich eigenlijk nog steeds af waarom. Is het ook te zien waarom een soort bijvoorbeeld niet aanvaard wordt? Ja, dat is een dossier waar we. Dat is een Limburgs vogel. Ik weet niet wie die vraag stelt. Maar daar hebben we vrij uitgebreid informatie over geleverd. Toch in de. Of tenminste, daar hebben we al toelichting op gegeven op de site. Daar spelen ook wat gevoeligheden rondom gewoon de mensen die contact hebben gezocht met een volièrehouder in de buurt. We hebben daar gewoon aangegeven hoe ver we konden gaan en dat was voor ons betreft op dat punt het dossier voldoende. Ik weet niet wie het is die vraag stelt, maar daar kan ik eventueel nog wel mondeling zeg maar of ondershands kunnen we daar informatie over geven. En even nog voor de duidelijkheid, ik weet niet of alle mensen die dit volgen dat weten, maar op dutchavifauna.nl, daar lichten wij ook besluiten toe. En zeker de lastige besluiten, daar geven we eigenlijk altijd wel tekst en uitleg over. Dus als we, daar is die blauwvleugeltaling ook in meegenomen. Hè? En ondanks dat er al... Ik weet het even niet aan mijn hoofd, maar pak een beetje 35 blauwvleugeltalingen in Nederland zijn gezien. Dus het is dus niet een extreem zeldzame vogel. Maar we weten wel dat er heel veel mensen naartoe zijn geweest. En dat het een lastig besluit was, ook voor ons. En met een hele geschiedenis, dan lichten we dat soort gevallen lichten wij altijd gewoon echt even toe. Ja. En als het goed is, hebben alle indieners ook een... van een niet aanvaard gevallen mailtje teruggekregen. Als het niet zo is, dan... Is het erbij groot, maar ik weet zeker dat ik het in dit geval naar alle betrokkenen heb gestuurd. Oké, dan sturen we anders nog een keer een mailtje naar diegene, dan geef ik de contactdetails wel even door. Laatste vraag die ik nog wel interessant vind eigenlijk, is die vraag van Paul Gnodde. Die vraagt, zou de vrouw dit werk in de commissie ook kunnen doen? En dat is ook voor Dutch Birding met Debbie, die natuurlijk... is teruggetreden als bestuursmedewerker. Zijn er eigenlijk maar heel weinig vrouwen die zich in onze wereld ophouden. Dus inderdaad, als er mensen zijn die die dit soort werk leuk zouden vinden, vrouwen die het leuk zouden vinden, wij kennen ze eigenlijk niet. Er zijn niet zoveel, maar meld je aan. We hebben het er ook wel zo iets over geroepen. We zijn geen misogyn gezelschap. Nee. Het zijn heel veel mannen. Ja, het is blijft. Ja, het is. Ja. Misschien een ander onderwerp nog een keer. Hoe dat in sommige landen wel heel veel vrouwen zijn. Ik zag van Paul Gnodde eerder ook nog heel toevallig in de chat iets voorbij komen over filmpjes versus video. En reageerde Laurens Stijn denk ik ook nog op. Zo snel zag. Video kan echt heel handig zijn. Ook inderdaad, omdat je ook gedrag ziet. En je kan misschien geluid horen en helemaal top. Maar niet in plaats van foto's. Foto's zijn wel echt heel belangrijk, omdat je daar veel meer detail op ziet. Dus video's, geweldige aanvulling, maar graag ook foto's. Oh, Justin Jansen zegt dat Joke Winkelman zat in de CDA. Dus we hebben een Joke, dat klopt. Joke heeft ooit in de CDA gezeten. Dat is wel 40 jaar geleden. Ja. Nou ja. Cool. Goeie, Justin. Er wordt nog gevraagd welke lijst de CDA volgt en waarom dat dan niet de IOC-lijst is. Ja, nou, dit ligt vast in ons handboek. Daar zijn we heel expliciet en kunnen we heel makkelijk antwoord op geven. Dat is een van de eerste regels die volgens mij genoemd wordt in het handboek over dat punt. Is dat wij gewoon daarvoor de lijst van en besluiten van CSNA volgen. Dus dat is ook verankerd in onze uitgangspunten. En ook zolang, niet om... zolang dat aspect niet wordt... dat is gewoon ook voor een deel ook aan bestuur van DB zelf bijvoorbeeld om daar iets van te vinden. Maar dit is gewoon de lijn die wij volgen en daar zijn wij prima tevreden mee. Ja, sorry dat ik ineens hoe dacht dat je klaar was, Eddie. Maar ook, ook de CSNA is een commissie van de NOE en Dutch Birding en wij ook.
Dus dat is ook logisch nu dat het dus zo is afgestemd. Oké. Okay. Pieter van Velen die zegt nog dat het misschien een idee is om een voorbeeldindiening op de Javifauna website toe te voegen. Ja, dat vind ik een heel goed idee. Dat gaan we zeker doen. Die pakken we op. Dat is een heel goede suggestie. Ja. Ja, zeker ook goed om over na te denken. Want kijk, sommige indieningen zijn echt uitstekend. Dus je wil ook weer niet een drempel gaan opwerpen. Dat mensen denken van, wow. Dus ja, als iemand die 15 zo'n grammen met elkaar zit te vergelijken, weet je, dat soort dingen, dan kan me ook voorstellen dat een paar nemers denken, dan laat maar. Maar de suggestie zelf is natuurlijk goed. Dus eentje om even wel goed om over na te denken over hoe en wat dan. Ja. En dan, Pieter. Laatste uitsmijter, dan denk ik dat we zo gaan afronden. Het komt een beetje in lijn met de vraag van Korreltje Zout. Wat is de doorlooptijd van recht toe recht aangevallen? Dus dat zeggen we gelijk akkoord. En eigenlijk komt het een beetje overeen met wat ik net las. Roelof de Beer die zei het. Waarom stemt eigenlijk iedereen op elk geval? Dus bijvoorbeeld als je zo'n grijze wouw hebt zoals net. Nou, je ziet eigenlijk gelijk dat het is een grijze wouw. Is het dan noodzakelijk om de hele commissie iedereen daar iets over te laten stemmen? Of zou je kunnen zeggen, je doet een soort van voorselectie waarin je dat soort gevallen eigenlijk door minderheid laat beoordelen? Nee, we hebben het hier nog steeds over zeldzame soorten. Dat is hetgeen waarop wij stemmen. Het gaat altijd nog over zeldzame soorten. Als ze algemeen worden, dan worden ze op een gegeven moment beoordeeld soort af. Dus er is reden om een soort te beoordelen. En uiteraard moet iedere lid daar een standpunt over innemen. Dat is ook gewoon omdat wij onze taak en onze plicht is om gevallen gewoon goed te documenteren en vast te leggen. En de kans dat er daarbij fouten ontstaan als er één iemand zo'n dossier behandelt is gewoon te groot. Dus het is gewoon onaanvaardbaar. Dus dat is gewoon een heel duidelijke lijn die we gewoon blijven hanteren. Dus we altijd blijven hanteren. En om terug te grijpen naar de presentatie van zo even. Ook bij Grijze Bouw speelt wel eens bijvoorbeeld de tweede ronde. Omdat we nog even discussiëren over de leeftijd. Ja. Om maar even een voorbeeld te noemen. Ja. Oké. Okay. Leuke vragen. Ja, ik zal er zorgen dat de overige vragen en mogelijk de persoonlijke vragen dan nog doorgespeeld worden naar jullie. En dan dank ik jullie allen voor jullie komst en iedereen voor het kijken. En dan gaan we morgen weer verder. Rond 8 uur beginnen we morgen weer. Dezelfde plek weer op YouTube. En dan met Justin en Gerald over de Horenschiersradio. Zeer benieuwd. Ik ben erbij morgen. Ja, leuk. Heel mooi. Dank allemaal. Thanks, heren. Iedereen, goeie avond. Hoi. Hoi. Hoi.